Net heeft Jochem laten zien hoe je porkabol bouwt. Heel vaak heb je rijst over. Rijst hoef je niet weggooien of kan je altijd herbruiken. Je kan herbruiken en maak je een soort bento. Een bento is gewoon eigenlijk rijst. Dan pak je een beetje je sushi rijst. Zet je in de vorm. Hoeft niet, maar voor ons is het makkelijker. In de vorm. Maak je een rijstschijf. Die rijstschijf doe je en een sesam. En die ga je bakken. In de tussentijd, als je dat je rijst bakt, heb je een avocado in klein stukjes gesneden, slotje, bieslook, vissaus, pepertje, sesamolie, koriander. Dit heb je allemaal nodig om je avocado smaak te brengen, om op de bento te maken. Ja? Ik heb de avocado stukjes gesneden, zout, peper. Doe ik een klein beetje bieslook, koriander. Ik vind het zelf lekker als er een beetje pit erin zit. Maar je kan sambal, sriracha doen. Maar ik vind een Spaanse pepertje of een madame chinetje heel erg lekker. Dan heb je ook een beetje kleur erin. Hoef je niet te prakken, je hoeft niet dit te doen. Gewoon lekker. Als je een rijpe avocado hebt, dan gebeurt het allemaal zelf. Klein beetje slotje. Sesamolie en vissaus. Vissaus vind ik zelf altijd heel erg lekker. Het geeft die extra kick in je gerecht. Nou, dit is eigenlijk je massa. Limoensap erin. Om lekker fris te maken. Je rijst is lekker warm. Wat ik zei, als je je pan goed behandelt, daarna hoef je hem niet meer met zout te doen, want hij blijft niet plakken. Bento van de Lekhuis.